Ach, het is zo'n voorrecht om een man God als Martin in ons midden te hebben. En uiteindelijk, Heer, we danken u wel voor divine relationships. We danken u voor relaties die vanuit de hemel zijn ontstaan met een doel. En vandaag ontvangen we Martin uit uw hand voor uw doel. We ontvangen hem als een gezant van u. Als een dienstknecht van u, met een woord van u. Met kracht van u. En Heer, we willen op dit moment, willen we dus ook zeggen, ga uw gang maar. Doe maar en verras ons maar. En verras Martin vooral. In Jezus' naam. Amen. Amen. Bring it on, Lord. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Het is absoluut een divine relationship. Het begon van de zomer toen ik op het gemeenteweekend mocht spreken. En ik kreeg die uitnodiging en in principe spreek ik in de zomer nergens. Behalve op de Vrijs en Zomerweek en de Battled waar wij betrokken zijn. Oh chill, ik ga voor jullie preken. Cool. Oh, er zitten nog een paar. Yeah! Ja, en een bonus. Oké, jullie mogen er ook zijn. Ja, mooi. In ieder geval. Dus ik spreek niet in kerken, niet op andere conferenties. Dat is een soort ruimte voor mij ook om in denken, om te vernieuwen, om te ontspannen, om van God te ontvangen. En toen kwam de uitnodiging voor het gemeenteweekend van Ravel Amersfoort. En toen heeft God me overtuigd. Nou ja, dan heb je geen weerwoord hoor. Zei, dat moet je doen. En toen wist ik, God heeft een plan. Niet alleen voor die dienst, maar bedoel, een dienst. Wat is één dienst? Maar God houdt van, God investeert in relaties. Het gaat altijd om relaties. Dus het feit dat ik hier vanmorgen voor het eerst op zondagmorgen in jullie gemeente spreek, vind ik een enorm voorrecht. Ja, het heeft veel te lang geduurd. Nee, geintje, nee. Dat is, dit is het moment, ja. Nou vind ik het ook voorrecht dat ik, voor ik het woord van God induik, en ik ga Johannes 21 lezen, dat als je mee wil lezen, mag je het opzoeken, Johannes 21 van vers 1. Laat ik even een paar plaatjes zien van wie wij zijn, wat we doen. Dit is een grote groep waar een aantal medewerkers zitten, maar ook heel veel vrijwilligers. En we begonnen bijna 10 jaar geleden, in mei 2009, met een paar vrienden bij ons thuis in de woonkamer. Toen woonden we nog in Friesland. Zijn er Fries in de zaal? Oh, kijk. Ras echte. Diepvriezen, ja, mooi. Ja. Het duurt lang voordat die ontdooi hoor, maar goed, het komt goed. Maar in ieder geval. We in Friesland nog wonen en God ons echt een droom gaf voor, eigenlijk, klinkt groot, maar reformatie van de kerk in Nederland. We hadden 5 jaar gewerkt in de baptistengemeente in Drachten. Ik als hoofd jeugdwerk, Bolotte Mottenblijn, Karen als hoofd kinderwerk. En we voelden dat, eigenlijk ontstond van, als deze kerk nog 3 keer zo groot, 5 keer zo groot wordt, verandert Nederland niet. Dan heb je alleen op 1 plek een groot verhaal. Maar het moet in alle kerken, welke bordje er op de deur ook hangt, hoe we het ook genoemd hebben. Elke kerk moet het gaan om Jezus en moet de kracht van de Heilige Geest ruimte krijgen. En het evangelie van het Koninkrijk gepreekt worden. En dan gaat het overal veranderen. Amen? Je mag reageren hoor, hou ik me van. Maar goed, met die club begonnen we. Oh ja, we begonnen met 6 mensen. Uiteindelijk is het een hele grote groep geworden. Gepassioneerd om het Koninkrijk van God te verkondigen. En andere trainen hetzelfde doen. Dus we verkondigen heel veel, prediken, we inspireren mensen en we trainen heel veel mensen. Trainen in heel veel scholen. Het volgende plaatje hebben we een fulltime school. Dat zijn jongeren tussen 17 en 25 die een jaar lang in Drachten bij ons op school zitten. In onze fulltime bijbelschool. We hebben ruimte voor 24 jongeren en dit jaar zitten er 23 studenten bij ons op school. En het is prachtig om te zien hoe hun leven verandert. En dit is het 10e schooljaar waar we bezig zijn. Een part-time bijbelschool, die ouders en familieleden kwamen vragen. En wij dan? Ik bedoel, we zien onze kinderen, onze neven, nichten veranderen. Is er dan niks voor ons? Nou, er is genoeg, maar misschien dat we ook iets moeten doen. En toen zijn we in Drachten en in Veenendaal begonnen met een part-time school. 1 avond in de 2 weken. Uiteindelijk zijn we in een 3e locatie begonnen dit jaar in Steenbergen in Brabant. En uiteindelijk zijn we in een 4e locatie begonnen, maar dat is zelfs een speciale in Herugowaard, Noord-Holland. Waar 4 gereformeerde kerken, Nederlands gereformeerd, christelijk gereformeerd, vrijgemaakt en nog een gereformeerde kerk, maar ons gevraagd hebben, willen jullie alleen met onze 4 kerken dit doen? En daar zitten de 4 dominees van de kerk zitten erbij. En het gaat alleen maar over de kracht van de Heilige Geest, het Koninkrijk, intimiteit met God en jouw plan in Gods plan. Ja, het is onwaarschijnlijk. We leerden iemand kennen die voorzitter is van een kerkenraad. En hij zei, van mijn 9 kerkenraadsleden zitten 7 op deze school van de kerkenraad.
in de gereformeerde kerk. En we zien ongelooflijk dingen gebeuren. Mensen zitten in tranen te huilen aan het onderwijs. Zelfs een dominee zat te huilen. Hij zegt, ik heb nooit onderwezen wat werkelijk de schoonheid van het evangelie is. En de kracht van de koning. En daarom zien we, het zijn kleine stukjes, maar we zien reformatie van de kerk. Het is onvoorstelbaar wat God aan het doen is. Nou, jeugdelijke opleiding, daar hoef ik niet zoveel te zeggen, Menno is hier niet, maar Menno zit bij onze jeugdelijke opleiding in Drachten. Zit je het wel, Menno? Oh, je zit natuurlijk boven daar, bij al die groep, van al die Herman Boners daar. Hè? Ja! Oh. Okay. Ik noem gewoon af en toe in de preek Herman Boon. Heeft er niks mee te maken, maar is voor hem, ja? Menno en dan Bianca zit op de kinderwerkopleiding. Die zit natuurlijk, die is bij de kids, hè? Ja. Kinderwerkopleiding bij mijn vrouw, bij het team hier in Veenendaal. En we zijn per september een school voor leiders begonnen met ondernemers. Dominees, twee dominees. Eentje uit de Vrijgemaakte Kerk. Eentje uit de Nederlands Gereformeerde Kerk. Ondernemers, mensen die advocaten zijn, die nationale stichtingen leiden. 48 ondernemersleiders. Het is onvoorstelbaar wat er gebeurt. En wat een rij aan docenten daaraan mee willen werken. Een combinatie tussen vaardigheden leren en geestelijk groeien als leider. Het is prachtig om mee te maken. In september starten we daar meer mee. Maar ik had niet kunnen denken 10 jaar geleden dat God dit allemaal zou doen. Onvoorstelbaar, hè? En we zien dat God op allerlei niveaus, bij kinderen, bij jongeren, bij kerken, bij dominees, bij leiders, op allerlei plekken aan het bewegen is en op allerlei plekken tot zegen mogen zijn. Wat heb ik nog meer mee voor plaatjes? Oh ja, af en toe hebben we zo'n inspiratiedag. En deze noem ik even omdat we 6 april in Ede zijn. Met een hele dag over kinder- en jeugdwerk. Dat zijn gratis dagen waar iedereen naartoe mag komen. 6 april voor kinder- en jeugdwerkers. Ja, volgende. Groeikursen, die slaan we even over. Je mag naar de volgende. Vanavond, we hebben 1 keer in de maand een wonderlijke zondag in Veenendaal. Dat is elke al 4 lang de eerste zondag van de maand. En vanavond is Richie Zeltzer. Ik weet niet of je de naam weer kent, maar hij is geregeld medewerken met Paul Martini en Randy Clark. Hij is vanavond bij ons in Veenendaal. Op de wonderlijke zondag. Dus er gebeurt hier al veel fantastisch. Want Nathan Morris komt hier, daar moet ik ook bij zijn. Maar hier wil ik ook bij zijn vanavond. Nou, zo mogen we allerlei dingen doen. Nog een paar dingen over boeken. Koop allereerst het boek van Jarno. En Lisbeth, sorry, Lisbeth. Jarno en Lisbeth. En als je dan denkt, nu ben ik zo gezegend, nu kan ik nog veel meer weggeven, dan kom je bij ons langs. Ja? Laat ik 2 boeken in het bijzonder noemen, er liggen er een aantal. Op zoek naar intimiteit met God. Heeft Martin Dol ons hoofdonderwijs geschreven bij Roy Mission. En ik heb al 4 boeken geschreven, maar dit boek gaat harder dan alle andere boeken. Waarom? Omdat het naar de kern gaat van je relatie met God. Als het daar gebeurt. En er zijn mensen die gewoon, ik ken vrienden zelfs van mij, wiens leven in een paar weken tijd veranderd is door dit boek, omdat hun relatie met God zo verdiept is. En ze ontdekken hoe God met hun praat in hun taal, als het ware, in hun beleving. Op zoek naar intimiteit met God. En mijn favoriete boek, ik heb er verschillende, maar is Winnen voor de Koning. Omdat hier zoveel getuigenissen door dit boek zijn gekomen van mensen die vrij zijn gekomen van verslavingen. Mensen die vrij zijn gekomen van angsten, van depressie. Niet omdat het een trucjesboek is, maar omdat je kunt leren hoe je sterker wordt in Jezus. Nou, als je langs wil komen, you're welcome. Nou, en als we het dan hebben over voorziening, het laatste plaatje. Dit gebouw is God ons aan het geven in Veenendaal. Het is een lang verhaal wat ik nu niet kan vertellen, want anders kom ik niet in mijn preek. Maar het kost 1,4 miljoen. En God zei op een bepaald moment, dit is het. En God had beloofd, je zult het krijgen. We hebben tussen 15 oktober en 31 oktober afgelopen jaar in 2 weken tijd 1 miljoen gekregen. We hebben nog 4 ton te gaan. Dus sinds dat moment is het ook rustig geweest. En moeten we gewoon wachten. 1 april kopen we het. Dus we hebben nog 2 maanden te gaan. Maar we hebben het gekocht. In de overtuiging 1 april. Ja, het is geen grap. Het is echt. We hebben nog 4 ton te gaan. Maar God heeft. En als ik dat zie gebeuren. Het gaat over voorziening. Het gaat over Gods voorziening. Maar ook Gods plannen. Maar het gaat God nooit om een gebouw. En nooit om geld. Het gaat hem altijd om mensen. Altijd. Dus als dit gebeurt, is niet van, nu is Roy Mission dit. Nee joh, God heeft Roy Mission echt niet nodig. Maar hij wil het met ons doen. Hij zag mij en zegt, die heb ik nog niet. En hij zegt jou, denk je, die heb ik ook nog niet. Dus die wil die allemaal inzetten.
Daarom heeft u ons allemaal zo verschillend gemaakt. Maar dit gebouw is alleen maar een bewijs van mij dat er plannen zijn voor de kerk in Nederland. En dat God in deze tijd bijzondere dingen wil doen. En dat is niet alleen voor Veendaal, dat is voor Nederland, dat is voor dit land. God heeft machtige plannen en wij zijn er allemaal deel van. Amen. Cool. Nou, daar gaan we. Johannes 21, vanaf vers 1. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon, Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana en Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het de ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op. Meer had hij niet aan en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Tot zover. Deze preek heet, Jezus gelooft in jou. En voor ik inga op het verhaal wat hier staat, wil ik even iets vertellen over de vier evangelieën die we hebben. Want het is toch best apart. Een evangelie is de biografie, de levensgeschiedenis van Jezus. En die hebben we vier keer in onze Bijbel staan. Nou, even aan die Herman Boners. Waarom hebben wij nou vier evangelieën? Geen idee, mooi. Dan ga ik naar die vrij zijn lui. Waarom hebben we vier evangelieën? Geen idee, mooi. Ja, nou dan gaan we naar de gemeente. En ik eindig bij de voorganger, als jullie het niet weten. Dus gewoon zeg, ik weet het niet. Hè. Waarom hebben we vier evangelieën? Weet het niet, hè? Nee, mooi. Richard, waarom hebben wij vier evangeliën? Om mij de kans te geven om het uit te leggen. Ja, mooi! Tjonge, jonge. Wat dat betreft lijkt je wel op Jezus. Die weet altijd de uitweg uit een moeilijke vraag. Mooi, Richard. Ja, nou, dan zal ik het maar uitleggen, hè. Er zijn verschillende redenen voor, maar een van de redenen is dat je Jezus nooit in één verhaal kunt neerzetten. Elk van de vier evangelisten, schrijvers, heeft een eigen doel met zijn evangelie. Wil een bepaald stuk van Jezus laten zien. Want Jezus heeft als ware meerdere gezichten of manieren waar hoe je naar Jezus kunt kijken. En daarom is het goed als we uit Johannes lezen, en ik begin zo bij Matthäus, dat we weten wat die evangelie willen brengen. Want dat bepaalt de waarde van dat verhaal. Nou, denk even mee. Matthäus, wat is de boodschap over Jezus in Matthäus? Jezus is... Ik hoor koning. Ja, koning. Jezus is koning. Oh, en hij is ook Messias. Maar daar komen... het is duidelijk het evangelie van het koninkrijk. Ja, de geslachtsregister van Jezus begint niet bij Adam, maar begint bij Abraham. Naar David, naar Babylonische ballingschap, naar Jezus. Iedere keer 14 generaties. Want het is de belofte, het is de koning, het is de strijd en nu komt de echte koning. En het zijn geen herders die op bezoek komen. Nee, er komen hooggeplaatste uit een ver land. Ze zijn op zoek naar een koning. Ze komen eerst bij Herodes en dan bij Jezus. Heel veel koningsverhalen staan in Matthäus. De bergrede begint, wees nederig van hart, gezegend hen wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk. Dat staat allemaal in Matthäus. Matthäus is koninkrijk, Jezus is koning, daar begint het mee. Matthäus, Marcus. Jezus is... Mooi. Wat zei je, koning? Ja, dat was Matthäus. Mooi. Nou, ze hebben het in ieder geval onthouden. Kom op. Ja? Jezus is koning. Marcus is wel de moeilijkste. Maar Marcus gaat vooral, Jezus is de dienstknecht en maakt dienstknechten. Want Marcus, daar staat nul geslachtsregister in. Want een dienaar heeft niks te maken met geslachtsregister. Het heeft te maken met wat hij vandaag doet. En Marcus is het evangelie van doen. En terstond en terstond en toen en meteen en meteen en meteen. Het is het meest actieve evangelie wat we hebben, want het toont dat hij dienaar is en zich inzet ten volle en dienaren maakt. Jezus is koning, Jezus is dienaar. Die twee horen bij elkaar. Matthäus, Marcus, wat komt er dan? Mooi, op tijd. Mooi. Lucas.
Lucas gaat over, Jezus is... Ik hoor het, mens. Goed zo. Jezus is mens. Want Lucas is zo menselijk geschreven. Geslachtsregister gaat helemaal terug naar Adam. De mens begon, helemaal kom bij Jezus terecht. En Lucas is het evangelie waar de meeste gelijkenissen in staan, want dat zijn mensenverhalen. Lucas is ook het enige evangelie waar geschreven wordt over Jezus als puber. 12 jaar. En daar gebeurt precies iets wat met al die pubers gebeurde. Ouders hebben geen idee wat er met hun tiener aan de hand is. Ze zijn hem gewoon kwijt. Geen idee wat hij aan het doen is. Wie van jullie is puber? Geweest? Nog steeds? Ja. Welke ouders denken dat ze alles weten van hun pubers? Die hebben nu gebed nodig. Kom maar. De 12-jarige Jezus en gelijkenissen, verhalen, mensenverhalen. En ja, in Lucas komen dus geen hooggeplaatste op bezoek, maar gewone herders. Want mensen bezoeken een mens die geboren is. Als je ooit trouwens in een Bijbelquiz zit en ze vragen je, waar staat deze gelijkenis? Gok, altijd Lucas. Daar staan de meeste. Daar staan heel veel gelijkenissen die niet in andere evangelieën staan. Nou, even voor de Herman Boon groep. Jezus, Matthäus is, Jezus is... Marcus, Jezus is? Kansloos! Nog een keer. Matthäus, Jezus is? Marcus, Jezus is? Dienaar, dankjewel. Lucas, Jezus is? En Johannes, Jezus is? God. Want in Johannes, het hebben we daar echt geweldig hebben over, mooi zo. Johannes, Jezus is God. Johannes begint helemaal niet met een geslachtsregister. Hij begint, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het gaat over God. In Johannes staan nul gelijkenissen. Want gelijkenissen zijn mensenverhalen. Het gaat niet over gelijkenissen. Als je ooit in een Bijbelquiz zit en ze vragen waar staat die gelijkenis, zeg alsjeblieft nooit Johannes, want er staat er nul in. Ja? Johannes. In het begin was het woord. En Johannes kiest bewust 7 wonderen. Want 7 is het bewijs van de volheid. De 7 wonderen van Jezus. Oh, er zijn er veel meer, zegt Johannes. Katsalm, er zijn geen boeken die ze kunnen bevatten. Maar er zijn er maar 7 die hij opschrijft. Er zijn 7 ik ben uitspraken. Eigenlijk begint Johannes zelfs met de schepping opnieuw te vertellen. Het begint en dan staat er de volgende dag, en de volgende dag, en de volgende dag. Dan zijn we op de 4e dag. En dan staat er, en 3 dagen later was hij in Cana. De 7e dag, dan vieren we het bruiloftsfeest. Het is alles 7. En dan begint dit verhaal. Niet in het evangelie Jezus koning, Jezus dienaar, Jezus mens. Maar in het evangelie waar het gaat over Jezus is Messias. Hij is de Zoon van God. En dan moet je eigenlijk even teruglezen naar de laatste versen van hoofdstuk 20. De paar versen die staan voor wat we daar straks gelezen hebben. Johannes 20 vers 29. Jezus zei tegen hem, tegen Thomas, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Hij zegt, gelukkig als je mij gezien hebt, want dan geloof. Maar hij zegt, gelukkig zij die niet zien en toch geloven. Weet je over wie dat gaat? Over ons. We hebben Jezus niet gezien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen gedaan voor zijn leerlingen. Die niet in het boek staan. Laatste vers van hoofdstuk 20. Maar deze zijn opgeschreven, deze 7. Opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En dat u door hem, door het geloven in zijn naam, zult leven. Waarom zijn die opgeschreven? Opdat je zult weten dat Jezus Messias is en Zoon van God. Johannes zet eigenlijk een punt achter zijn evangelie. Ik heb het verteld. 7 ik ben uitspraak. Het begon bij God. 7 wonderen. Alles is zo boven natuurlijk. Jezus Messias. Dit heb ik opgeschreven. Als je hem ontmoet hebt, zalig ben je geloof. Als je hem ontmoet hebt, maar zelfs als je gelooft en je hebt hem niet gezien, dan ben je zeer gezegend. Want wij geloven toch dat Jezus de Zoon van God is en de Messias? Punt. Einde evangelie. En dan schrijft Johannes hoofdstuk 21. Zijn boodschap is verteld. En dan begint wat we aan het begin lazen. Dat ze aan het vissen gaan. Ik denk dat de Heilige Geest tegen Johannes zei, nu weet iedereen het, maar nu moeten we nog iets anders oplossen.
En dan begint, ik lees het opnieuw, Johannes 21. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias, dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren, nu moet je even meetellen, Simon Petrus, Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Canaan, de zonen van Zebedeus 2 en nog 2 andere leerlingen. Hoeveel? 7. Ik denk dat Judas was er niet meer, maar die andere 4 hebben ze gewoon wieberen gestuurd. We hebben er 7 nodig vandaag. Maar het is weer een verhaal dat er precies 7 zijn. En dan staat er, en dan het volgende zinnetje is, Peter zegt, ik ga vissen. Waarom staat dat er? Johannes heeft zijn punt gemaakt. Jezus koning, Jezus is dienaar. Jezus mens, Jezus is de zoon van God. Einde hoofdstuk 20, hij is de Messias, de zoon van God. Ik heb mijn verhaal verteld, punt. En nu gaat hij nog een verhaal vertellen. Want zelfs al geloof je dat Jezus de zoon van God is. Zelfs al geloof je dat hij de Messias is, kun je nog twijfelen aan jezelf. En moet je opnieuw horen, extra het PS van Johannes. Jezus gelooft in jou. Want wat gebeurt er? Petrus gaat vissen. En we lezen dat en we denken, oh dat is grappig, hij was natuurlijk visser. Weet je dat hij in 3 jaar tijd, tussen het moment dat hij in Lucas 5 geroepen wordt, dat hij tot dit moment niet 1 keer is wezen vissen, behalve 1 keer toen Jezus zei, ga die gouden munt halen voor de belasting, in Matthäus 17. 3 jaar lang heeft de visser niet gevist, want hij was geroepen, kom achter mij, laat alles, ik zal je visser van mensen maken. En 3 jaar lang loopt hij mee met alles wat Jezus gedaan heeft, aan wonderen, aan verhalen. Hij heeft het meegedaan. En nu is Jezus gestorven, hij is opgestaan en hij gaat vissen. Hij heeft zelfs de opgestane Jezus ontmoet. Hij is erbij, hij loopt, dat schrijft Johannes ook in zijn evangelie, dat hij Johannes en Peter samen naar het graf rennen. Want de vrouwen hebben gezegd, het graf is leeg. En ze rennen samen en Johannes kan het dan toch niet laten om in zijn evangelie te schrijven dat hij als eerste bij het graf was. Het zijn mannen van God, maar ze zijn toch ook lekker mensen hoor. En de man en de discipel die Jezus lief had, arriveerde als eerste. Ja, duh! Hij bedoelde eigenlijk, Petrus kan niet rennen. Dat zei hij eigenlijk. Maar goed, dat kon hij niet in zijn evangelie zetten. Dus de discipel die Jezus lief had, arriveerde als eerste. Ah. Maar hij moet ook toegeven, hij durft het graf niet in te gaan, want Petrus ging het graf in. En Petrus ziet een leeg graf. En Petrus ontmoet Jezus, de opgestane Jezus, minstens 2 keer. De eerste keer zonder Thomas, een tweede keer met Thomas en misschien nog wel 3, 4, 5 keer. Petrus is geroepen door Jezus. Hij heeft 3 jaar meegelopen met de Zoon van God. Heeft de wonderen, het onderwijs gezien. Hij heeft de opgestane Jezus gezien. En nu gaat hij vissen. Hij gaat terug naar de plek waar hij vandaan kwam. Waarom? Omdat hij zichzelf veroordeelde. Omdat hij Jezus 3 keer verloochend had. God veroordeelt niet, hij veroordeelt zichzelf. Eindeloos 20 punt, Jezus is Messias. Maar zelfs al geloof je dat Jezus Messias is, zijn er nog zoveel mensen die vechten met afwijzing, met gedachten, je bent het niet waard, je hebt het niet goed gedaan. En die teruggaan naar een plek waar Jezus ze juist vandaan gehaald heeft. Naar plekken waar ze niet horen te komen. Waar Jezus hun weggeroepen heeft. En daarom dat nog zoveel christenen toch weer vallen in oude gewoontes. En dat kan heel simpel zijn. Een hele avond tv kijken en je tijd verspilt zich. En ik ben niet tegen tv, maar wel tegen tijdverspilling. Maar het kan ook zijn dat je op plekken komt waar je niet moet zijn. En dat zelfs oude verslavingen weer terugkomen. En oude zondes weer de kop opsteken. Waarom? Het begint bij dat we onszelf veroordelen. Oh, al die mensen die vechten met die dingen geloven, heel veel mensen geloven dat Jezus de Messias is. Maar ze vechten met het oordeel in hun hoofd en het gevecht in hun denken. En dan ga je maar vissen. Dan ga je en dan neem je ook nog al die anderen mee die hebben, gaan met je mee. Ze gaan allemaal weer vissen, terwijl Jezus hun daar weggeroepen had. Maar dan, zelfs al veroordeel je jezelf, komt Jezus op bezoek. Jezus komt altijd op bezoek. Oh, we zien hem niet, ze herkennen hem niet. Heel vaak zie je Jezus niet in je omstandigheden. Het is heel af en toe, dit was God. En vaak zie je het achteraf. Maar in de situatie zie je Jezus niet. Maar hij verschijnt en is daar aan de kant van de weg. En hij roept hen, hebben jullie soms iets te eten voor mij? In de verwarring, in onze veroordeling, in ons vluchtgedrag, waar we allemaal mee te dealen hebben. Want ik denk dat de meeste mensen hier al lang geleden gekozen hebben voor Jezus.
En ik hoop dat je het misschien wel recent gedaan hebt. Als je het nog niet gedaan hebt, kies vandaag voor Jezus. Maar na hoofdstuk 20 is er nog een hoofdstuk. Want je moet dealen met al dat gevoel van, ik ren hiervoor weg. Laat maar zitten. Laat iemand anders het maar doen. Misschien past het wel bij de vuurvliegjes. Doe maar toch een dekseltje op potje. Oh, ik weet het wel dat het er is, maar ik ben niet goed genoeg. En dan komt Jezus. En die weet je wat Jezus doet? Die gaat nooit zitten verwijten, die stelt een vraag. Doet hij bij de vrouw, bij de put ook. Wil je man halen? Hij weet al lang dat ze 5 mannen gehad heeft. De man die ze nu heeft, is haar man niet. Want hij heeft van God gehoord. Ga je man eens halen? En dan zegt ze, die heb ik niet. En wat, het eerste wat Jezus zegt, je hebt goed geantwoord. U heeft de koelkast gewonnen. Zo klinkt het toch bijna? Ik bedoel, er staat een vrouw die 6 mannen. En wij zouden denken, och, pastoraat. Zonde beleiden, onderdompelen. Weet ik lang wat, moet iets gebeuren. Ga je man eens halen? Die heb ik niet. Wij zouden zeggen, ja, dat weet ik ook wel, jij. Maar zegt, dat klopt, heeft goed geantwoord. U wint een reis naar Spanje, meteen. Zo voelt het toch? En dan komt de openbaring. Want de liefde van Jezus is eerst de vraag stellen en dan iets van zijn goedheid laten zien. En hij stelt een vraag. Kun je wat voor me eten halen? Kun je wat regelen? Trouwens, ze moeten vis gaan vangen, hè? En dan komen ze straks met heel die berg vis aan. God doet een wonder. En dan komen ze met de vis. En waar komen ze bij een vuurtje? Wat ligt er op het vuurtje? Vis. Jezus is zo kansloos soms, hè. Dan denk je dat je iets moet doen. En dan doe je het. En denk je, hebt mij helemaal niet nodig. En dat weet je. Natuurlijk heb ik jou nodig. Maar ik kies ervoor om je nodig te hebben. Ik kies ervoor om jou te betrekken bij mijn plan. Heeft God jou nodig? Nee. Maar hij heeft gekozen dat hij je nodig heeft. Hij heeft gekozen dat hij niet zonder jou wil. Jouw vis is voor hem net zo belangrijk als de vis die hij kan scheppen uit het niets. En dan zegt hij, gooi net aan de andere kant uit. Toen Petrus geroepen werd in Lucas, dat is precies hetzelfde wat hij toen moest doen. Gooi het net aan de andere kant uit. Weet je wat Jezus altijd doet? Als wij onszelf afwijzen of we geschikt zijn, zal Jezus ons herinneren aan de roeping die op ons leven ligt. Hoor wat ik zeg? Als wij twijfelen of het wel waard zijn, als het gevecht is, zal het herinneren aan het moment dat hij zei, maar mijn bestemming voor jou is, ik ga jou een visser van mensen maken. Ga niet terug naar de vissen, ga mensen vangen. En uiteindelijk moeten ze dat vis aan de andere kant gooien. En ze hebben de hele nacht gevist en dit gevangen. Dan denk je toch, Jezus is toch echt sneaky, hè? Die heeft die hele nacht, al die vissen, die zitten hier te vissen en vissen en niks vangen. Zeg, gooi je net aan de andere kant. Zeg, Jezus, vissen, nu. En gooit het net uit en pff, alle vissen erin. Het is nog niet. Jezus zegt gewoon, al die vissen erin. Ja, ik weet niet hoe het gegaan is, maar het is toch ongelooflijk. Hier vis je en je vangt de hele nacht niks en je gooit hier het net uit en je kan het niet hebben. Ja, dan zegt Jezus, opzij, 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 nu. En dan gaan ze gevangen. En dan zegt Johannes, het is de Heer. En weet je wat Petrus meteen doet? Zodra Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op. Meer had hij niet aan. En sprong in het water. Als ik mijn Bijbel lees, lees ik hem goed. Ja, het staat er toch? Ik denk dat Johannes dacht, nu heb ik je toch weer, Petrus. Ting! Ik liep al harder, maar dit gaat er ook in. Zodra Simon Petrus dat hoort, schort hij zijn bovenkleed op. Meer had hij niet aan. Hij kan het gewoon niet laten, hè, Johannes. Denk even tussenbij. En sprong in het water. Maar alle schaamte die hij had, dat hij wegliep, is met 1 openbaring van Jezus, is weg. Alle aanklacht. En teruggaan naar de plek waar je niet hoort te zijn. Het is de Heer. En meteen denkt hij, het kan me ook niks schelen. Zie maar hoe kwetsbaar en naakt ik ben. Ik ga voor Jezus. En hij wacht niet eens op die vissen, dat wonder. Hij stelt Jezus boven het wonder. Want Jezus is mooier dan welk wonder je ook mee kunt maken. Wacht niet alleen op een wonder, wacht op Jezus. Want als Jezus komt, gaan er meer wonderen gebeuren. Ook in jouw donkere, moeilijke gedachten. En dan zit ze daar bij het vuurtje uiteindelijk. Al die vissen. Jezus heeft al vis en brood en hun vis wordt erbij gelegd. En dan staat er dat ze tijdens het eten niets durfden te zeggen. Kun je je voorstellen? Vuurtje, Jezus, de opgestaane Jezus. Zit je als discipelen, 3 jaar lang samengelopen. En ik denk, niemand durfde wat te zeggen tijdens de maaltijd.
Hè, jij zou toch denken, doe jij het even. Maar niemand durfde wat te zeggen, tot Jezus het woord neemt. Dan staat er, toen ze gegeten hadden, zegt Jezus, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan die anderen hier? Ja, Heer, u weet dat ik u lief heb. Jezus zegt hier, Simon, ik weet dat je zo twijfelt, hè, al die gedachten. Nee. Je hebt mij verraden, hè? Nee. Echt, heb je me lief? Ja, u weet dat ik van, ja. En weet je wat Jezus doet? Wijdt mijn lammeren. Hij geeft hem meteen verantwoordelijkheid. De genade van God is, daar kunnen wij bijna niet mee dealen. Wij veroordelen onszelf. Wij laten schuld op ons die Jezus al lang gedragen heeft. En hij praat niet over de schuld. Hij praat over roeping en over bestemming. Daar spreekt hij over. Ik heb je geroepen om een visser van mensen te worden. En ik leg opnieuw de bestemming. Wijd mijn lammeren. Dan blijft het stil. En opnieuw zegt Jezus, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Ja, Heer, hoed mijn schapen. Het begon met wijd mijn lammeren en de lammeren zijn de kleine schaapjes. Nu is het hoed mijn schapen. Dat betekent manage, organiseer de kudde, ook die grote schapen. Wijden is zorg dragen, hoeden is het organiseren ervan. Zorg voor de kleine schaapjes, organiseer de grote kudde. En derde keer, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij het voor de derde keer vroeg. Of hij van hem hield en zei, Heer, u weet toch alles? U weet ook waar ik mee vecht in mijn denken. U weet ook waarom ik ben gaan vissen. Maar u weet ook dat ik van u hou. Weet je wat Jezus vraagt? Wil je gewoon van me houden? Want zijn liefde overwint al die angst. Zijn liefde drijft al die angst uit. En Jezus zegt dan, wijd mijn schapen, zorg voor de kleine lammetje, orzie de grote kudde, zorg, word leider van die kerk. En ja, 3-4 weken later, misschien 2 weken later, is deze Petrus, die net was gaan vissen, de leider van de eerste kerk geworden. Want de roeping van God blijft overeind. Jezus is Messias en de bestemming zal die je steeds aan herinneren, omdat hij je zo graag op die plek wil hebben. En al die veroordelingen, afwijzingen en donkere gedachten die ons aanvallen, oh ja, Jezus Messias, maar... Die ons drijven naar plekken waar we niet horen te zijn. Hoe komt Jezus? Met vragen. En hij vraagt alleen maar, hou je van me? Hou je van me? En weet je, dat is in wezen het enige wat ik ook te bieden heb. Al mijn talenten zijn al van hem. De adem in mijn mond is van hem. De missers die ik maak, die zal ik blijven maken. En God is bezig met mijn leven. Maar maak ik missers? Ja. Maar als Jezus vraagt, hou je van me? Dat is mijn hart. Daar vraagt hij om, is mijn hart van je? Is je hart van mij? Zeg Jezus, u weet alles. U weet wat ik afgelopen week gedaan heb. U weet waar ik missers gemaakt. U weet dat ik een paar dagen gewoon niet in uw woord gelezen heb. U weet dat ik me daar zorgen maak. U weet dat ik daar verlies leid. Maar u weet ook dat ik van u hou. Bestemming. Meteen. Roeping. Bestemming. Herinnering aan zijn belofte. En het vooruitwijzen naar wat hij met je leven wil. Laat ik afsluiten met een verhaal. Wat sommigen misschien gedeeltelijk kennen. Iets van ongeveer een jaar geleden hadden we een wonderlijke zondag op Urk. En die avond bad ik voor een man samen met de hele zaal die een verbrijzeld been had in het gips. 4 jaar lang al vreselijke pijnen met krukken stond hij daar. We gingen voor hem bidden. Een van de medewerkers zat met zijn mobiel te filmen. Bad voor hem. Iedereen was aan het zingen. Hij werd aangeraakt door God. Had geen pijn meer. Ging heen en weer lopen. Ik vroeg hem 3-4 keer, heb je geen pijn meer? Ik nam zijn krukken over. Dat getuigenis, we waren zo over de moon, om zo te zeggen, zo vol van dat gebeurde. En we hadden dat filmpje en ik dacht, zal ik het posten, zal ik het niet doen? Ik wacht even. Die avond onderweg naar huis krijg ik een filmpje van die man toegestuurd. Zijn vrouw had het gemaakt dat hij, la la la, met het gips om zijn been, maar zo door zijn kamer liep, la la la, geen pijn. Als bewijs dat God hem aangeraakt had. Ik zet het op Facebook, het gaat naar CP. 3 weken later is er een onderzoek, terwijl ik in Suriname ben. En ik hou contact met die mens. En ik kom bij de arts en de arts zegt, het is slechts heel minimaal verbeterd. En een deel van de pijn is teruggekomen. En toen wist ik al, er gaat een stuk komen op CEP, maar in de media. Over het wonder wat niet gebeurd is. Ik was in Suriname en ik had een hele moeilijke dag. Vorig jaar een van de zwartste dagen van mijn leven. Waar ik dacht, bekijk het allemaal. Doe het hem lekker zelf. Ik bid niet meer voor zieken. Want als ik niet voor zieken bid, heb ik ook geen gedoe. Zo voelde het.
En ik ging, gelukkig ging ik bidden, maar ik had echt een heel moeilijke dag. En ik ging bidden en toen bad ik het volgende. Ik zei, Heer, ik red me wel, maar uw koninkrijk gaat schade lijden. Ik zei, Heer, ik kan dit wel handelen, kom wel goed. Maar uw koninkrijk, hier gaat negatief gesproken worden over u, over genezing. En uw koninkrijk gaat schade. En zo was ik aan het bidden en heel oprecht. Maar ja, God weet precies hoe het zit. En ik zat op mijn knieën. Ik zei, Heer, u weet precies, ik red het wel, maar u. En toen leek het wel, ik heb het niet gezien, maar ik voelde het, dat er een figuur naast me stond, in mijn gevoel 5 of 10 meter hoog. En ik keek naar beneden, terwijl ik daar zat. En ik zei, ik red het wel, maar u. En er klonk een stem in mijn hoofd, die zei, ik red me wel hoor. Ik red me wel hoor, jij moet hier doorheen. Alsof ik Gods koninkrijk moet beschermen. Ik moet dealen met wat er nu in mijn hoofd gebeurt. En ik moet niet teruggaan naar de plek waar ik vandaan kom. Ik wil blijven staan op de plek waar God mij wil hebben. Wat er ook gebeurt. Toen kwam er dat mediaverhaal. En ik heb daar mijn vergeving gevraagd. Niet voor een half wonder, maar wel vergeven voordat ik te snel gepubliceerd heb. Omdat ik mensen vraag om eerst naar de arts te gaan. Dan moet ik zelf ook wachten tot ze naar de arts geweest zijn. Toen kwam er zoveel positieve reacties uit het hele land. Echt onvoorstelbaar. Ik denk dat door wat er toen gebeurde, God nog meer zegen heeft gebracht dan door dat ene wonder had kunnen gebeuren. Maar daarna, toen het voor iedereen klaar was, kwam wel de aanklacht. Hoor. De aanklacht was voor mij, Martin, doe maar niet meer. En toen leek het wel, en dit verhaal raakte me, omdat het precies wat Jezus bij mij deed, met andere woorden. Maar eigenlijk vroeg hij, Martin, hou je van me? Ja, leg zieken de hand op. Maar daar hou je van me? Ja, genees zieken. Ja, doe wat ik van je gevraagd. Maar die gedachten kunnen zo donker worden, dat je het niet meer ziet zitten. Dat je het loslaat. Dat die roepen, je hebt alles gezien. Je kunt hier misschien al zoveel tijden zitten, maar het gevecht in je denken kan zo groot zijn. En je weet, Jezus is de Zoon van God. Hij is de Messias. Johannes 20, punt. PS. Hoe gaat het met het gevecht in je denken? En Jezus vraagt alleen maar, hou je van mij? Dat is het enige wat Jezus me vroeg, hou je van mij? Maar het kan zo donker worden dat je het opgeeft. Maar als Jezus komt, en ik heb toen ook letterlijk gezegd, Heer, ik heb u niks te geven dan alleen dat ik, u weet alles, Heer. Ik hou van u. Vanmorgen ook tijdens het zingen, ik werd op een moment zo geraakt door God, zei, Heer, u weet het, ik hou van u. En met dat je dat zegt, gaat God iets veranderen in je denken en je geeft je blik weer richt op de toekomst in plaats van waar je nu middels in zit. En waar je soms niet uitkomt, wat je zelfs brengt op een plek waar Jezus je vandaan gehaald heeft. En het gaat dus vanmorgen niet over, is Jezus Messias? Dat weten we. En als je het niet weet, laat voor je bidden vandaag, zodat het in je hart komt. Maar het gevecht daarna. Maar Jezus gelooft in jou. Jezus gelooft in jou. Al geloof je niet in jezelf. Al is het gevecht zo heftig. En op dit moment gaan we als gezin zitten we zo dicht bij dat onderwerp. Dat er zo'n gevecht in je gedenken kan zijn. Dat je eigenlijk depressief wordt en niet meer wil leven. Maar Jezus gelooft in jou. En tijdens het zingen hadden we overleg over wat wil God doen vanmorgen. En ik denk dat ik hiervoor moet bidden. Voor al die mensen die vechten met hele donkere gedachten. Vooral die. En als je zo reageert, gaat het niet over een waardeoordeel of je nou wel of niet bij Jezus hoort, of je hem wel vertrouwt of niet. Je gelooft in Jezus. Jezus is Messias. Maar soms is de strijd zo heftig. Is het zo donker. Soms is, kun je met, aan de ene kant zeggen, Heer Jezus, ik hou van u. Aan de andere kant denk ik, ik weet niet of ik morgen nog haal, want het is zo zwaar. En het is zo donker in mijn denken. En er is zoveel aanklacht, waardoor we niet op de plek komen waar we moeten zijn. Eigenlijk is de oproep, stop met vissen. En ga weer mensen vissen. Laat God je herinneren aan zijn roeping op je leven. Laat God je bevestigen in de bestemming die voor je ligt. Geef hem gewoon, Heer, ik hou van u, dat is wat ik heb. En dat is meer dan genoeg. En hoe vaker je het zegt, hoe meer verantwoordelijkheid hij je zal geven. Amen, want God is goed. Amen. Zullen we gaan staan met elkaar? Dit najaar kreeg ik een boek thuis gestuurd van een vrouw
die een boek geschreven had. Na meer dan 30 jaar depressie, diepe, donkere depressie, was in een samenkomst waar ik sprak in Groningen in één moment genezen van de depressie. Van alle doodse gedachten, alle zwarte gedachten. En ze stuurde het levensverhaal wat als boek is uitgegeven. Het heet Curry en Hagelslag. Zij komt uit India, hij uit Nederland. Ik weet het gewoon, het kan. En misschien is het niet zo heftig, is het op een ander terrein minder heftig, maar die gedachte dat je niet voldoet. Daar gaan we voor bidden. Dat je op dat punt komt, Heer Jezus, ik hou van u. En dat je zijn stem hoort en dat hij je vooruit wijst. Kom op, aan de slag in die kerk. Kom op, de bediening in, de plek waar God je staat. Laat die vuurvliegjes maar gaan. Geen deksel op, niet stop, gaan. Want hij heeft het gezegd in het verleden en hij belooft je een geweldige toekomst. Durf nou gewoon te zeggen, Heer Jezus, ik hou van u. En in het bijzonder wil ik zo bidden voor die mensen die vechten met donkere, depressieve. Misschien zelfs gedachten die je leven aanvallen. Omdat ik de oorlog verklaard heb aan depressie. Omdat ik gezien heb de laatste weken hoeveel het kapot maakt. Onder mensen die Jezus zo lief hebben. Die zo weten dat hij Heer is. Maar het leven wordt gewoon eruit geperst. Door de aanklacht en de donkere gedachte. Vader, in Jezus' naam bid ik dat u naast de kracht van uw woord, Heer, de schittering van uw woord, op dit moment de kracht van uw geest die al lang beweegt, maar ook fysiek, mentaal, psychisch vrijzet over mensen, zodat mensen vrijkomen van die leugens die hun weghalen van de plek waar u ze wil hebben. In de naam van Jezus. Alle afwijzing, alle depressie, alle donkere gedachten, alle aanklachten in je denken. Heer, ik bid dat uw liefde het zo overwint, dat u vraagt, hou je van me? Ja, Heer, ik hou van u. En dat daarmee de impact van demonie verdwijnt in ons leven. En één voor één, mannen, vrouwen, kinderen, volwassenen, op de plek komen te staan waar ze thuis horen. Ik gebied ook gewoon in dit huis angst en onzekerheid voor de toekomst te wijken. Ik bid dat dit een huis zal zijn waarin zoveel leven is dat de macht van de dood op elk terrein overwonnen wordt in de naam van Jezus. En dat er werkelijk een toekomst van veel leven, bruisend leven hier zal zijn. En dat de macht van angst voor de toekomst, vrees, depressieve gedachten, donkere gedachten, kleindenken, schaarste denken, aanklacht verdwijnt over dit huis in de naam van Jezus. En dat we zullen bruisen van leven. Van bestemming, op bestemming, op bestemming. Dat met hoe meer liefde we Jezus geven, hoe groter onze bestemming wordt. Van lammeren naar schapen. Hoe meer liefde we u geven, u weet alles, Heer, zegt u, geef je nog meer verantwoordelijkheid. Dat uw liefde overwint alles. Zo zegen ik dit huis en deze gemeente met zoveel vrijheid en leven in Jezus' naam. In de naam van Jezus. Halleluja, halleluja. Halleluja, Jezus. Ik wil graag bidden voor hen die donkere gedachten hebben. En laat ik het zomaar, echt zware aanklachten in je denken. Depressieve gedachten. Donkere gedachten die het leven roven. Als jij dat bent die zegt, ik wil graag gebed. Gewoon zou dan even je hand willen opsteken en wil ik voor je bidden. Dankjewel, 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 dankjewel. Voor al die mensen. Dankjewel. Al die mensen die nu hun hand hebben opgestoken. Ik weet het even wat vraagt, maar Jezus komt gewoon op bezoek. En zegt, kom maar. En wil je gewoon, zoals Petrus zeggen, Heer, ik schaam me nergens meer voor. Hier is het. Ik kom naar u toe. Ik wil je vragen, wil je naar voren komen? Want we gaan voor je bidden dat al die donkere gedachten hun kracht verliezen. Kom maar. Kom maar hier. Kom maar uit je rij. Dankjewel. En bij mij mag de bidders van de gemeente die er zijn, ook meteen aansluiten. Kom maar, schoon maar een goed stapje naar voren. Kom maar iets dichterbij. Ja, precies, dat we net voor langs kunnen. Kom maar. Jezus. Jezus is leven. We gaan vandaag winnen voor de koning. We gaan Goliath verslaan. We gaan leven uitspreken over hen die vechten met die donkere gedachten. We gaan
depressie en doodsgedachten en aanklacht een klap toebrengen in de naam van Jezus. Dank Heer dat de kracht van uw geest zomaar spontaan uitgestort wordt. Jezus, 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 dank u wel Heer. Ik geef het zo aan jou, hè. Jezus. Vader, ik dank u. Jezus. Dat u met de kracht van uw geest over deze mensen komt. Zou je me willen aankijken die hier staan? Je reageert op de oproep voor zover dat kan. Ik zie ook veel tranen, maar dat mag. Zou je me willen de woorden naspreken uit Psalm 118? Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden Gods verkondigen. Psalm 103, vers 3. Die al uw zonden geneest, vergeeft. Die al uw zonden vergeeft. Al uw ziekte geneest. En ons verlost van de dood. Heer, u vergeeft, u geneest, maar u verlost ook alles wat ons weghaalt bij het volle leven wat u gegeven heeft. Heer, ik bid ook dat u zonde vergeeft. Want er staan een paar mensen hier die iets willen opruimen. Ruim het op in hun hart, Heer. In de naam van Jezus. En ik dank, Heer, dat de kracht van uw geest hun denken vrijzet. Van de druk. Zou je gewoon willen zeggen, Heer Jezus, ik hou van u. Ik heb u lief, Heer. U weet alles. U weet ook dat ik van u hou. Heer, en leg nu uw kracht en uw bestemming, uw toekomst opnieuw op deze levens. En drijf alle angst uit in de naam van Jezus. We gaan met elkaar een lied zingen en God aanbidden. En de bidders, en ik sluit me erbij aan. We gaan gewoon voor al deze mensen bidden. En verwachten dat donkere gedachte, aanklacht verdwijnt in de naam van Jezus. Amen.